Dit is het nieuws uit de regio. De verwachte grote publieke belangstelling voor de raadsvergadering gisteravond in Cranendonck bleef uit. De gemeente Cranendonck heeft nu definitief besloten dat de komende 10 jaar 1500 asielzoekers zullen worden opgevangen in de Nassau-Dietskazerne. De verkoop van de Nassau-Dietskazerne aan het COA is definitief van de baan. En zo blijft de gemeente Cranendonck eigenaar van de Nassau-Dietskazerne en houdt ze de regie in handen. Tweede Pinksterdag was het Open Kastelendag. En ook Kasteel Heeze was open voor publiek. Het weer zat mee en het was lekker druk. Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om de tuinen van Kasteel Heeze eens te bezoeken. Thema van dit jaar was Proef het Verleden. Een echte troubadour zorgde voor wat sfeer op een bijzonder instrument. De rondleidingen waren populair. Zo vertelde een kruidenvrouwtje over haar kruiden in dichtvorm. Ook van Varen Nicatius bracht een bezoek aan Kasteel Heeze. Carnavalsvereniging De Linse Blas in Leende bestaat 55 jaar. Om dit te vieren hebben ze een speciale jubileumkrant uitgebracht. In deze krant zit een poster. Wanneer je als inwoner van Leende deze poster voor het raam hangt, maak je kans op 5×11 consumptiebonnen. Te besteden aanstaande zaterdag tijdens de feestavond in de feesttent op de Breedvenne. In Sterksel is het aantal inwoners flink toegenomen. Daarom hebben de dorpsraad en Sterksel City samen besloten om alle nieuwe bewoners van het dorp uit te nodigen. Met als doel nog beter kennismaken met Sterksel en met de overige inwoners van het dorp. Zojuist werd er een informatiebijeenkomst gehouden in dorpshuis Valentijn. Daar werd verteld over de historie van Sterksel, over de nieuwe woonwijk Kloostervelden. En burgemeester Paul Verhoeven heeft verteld hoe hij het ervaart om in Sterksel te wonen. Meneer Verhoeven, goedemorgen. Wat vond u van het initiatief om deze Sterksel City bijeenkomst te organiseren? Nou, ik vind het een heel leuk initiatief. Zo leuk, het had zelfs van ons als gemeente af kunnen komen, maar ere wie ere toekwam. De dorpsraad heeft dit, Sterksel City heeft dit, hebben dit opgepakt. En hebben gezegd van nou, we willen gewoon aan alle nieuwe inwoners laten zien wie we zijn en wat we zijn. En ik vond het een heel leuk initiatief en dat is ook de reden waarom we gezegd hebben, oké, dan zullen wij het gebak voor onze rekening nemen om al die mensen dan te verwelkomen. Wat hebben zij nu voor nieuws over Sterksel gehoord? Nou, ik denk dat wat vooral belangrijk is, dat ze een aantal mensen hebben gezien. Voorzitter van een dorpsraad, mensen die betrokken zijn bij de Valentijn, of mensen die betrokken zijn van het cultureel erfgoed van Sterksel. En ik denk als je er straks ergens iets hebt van, goh, ik zou wel eens iets willen doen aan vrijwilligerswerk of ergens het bij willen, dan heb je meteen ook wat gezichten gezien van, hé, kan ik die wel eens bevragen wat ik het beste zou kunnen doen. Dus je moet ze ook wel niet overvoeren met allerlei informatie, maar het is vooral een beetje wegwijs maken en ja, daar zijn ze heel erg goed in gelukt. Nog een laatste vraag. U woont zelf in Sterksel. Hoe is het om in Sterksel te wonen? Het is heel fijn om op Sterksel te wonen. En dat komt vooral omdat normaal gesproken zie je dat een klein dorp ook wat bekrompen is. Een beetje feodaal is zelfs. Hè. Maar Sterksel, daar wonen echt mensen uit alle windstreken van Nederland. En dat maakt dat het dorp niet bekrompen is, maar juist heel erg open is. En dan is het ook heel prettig daar te wonen. Want in feite zijn we allemaal zeg maar nieuw op Sterksel. En normaal gesproken heb je in een dorp, er zijn echt hele gesloten samenstellingen en daar kom je bijna niet tussen. Maar omdat hier mensen vanuit alle windrichtingen van Nederland hier neergestreken zijn, heeft iedereen een soort van open mind van oké, kom er maar bij. En niet zo van hoor je wel bij ons, nee wij zijn allemaal nieuw hier. En dat maakt het wonen hier heel erg fijn en prettig. Wat vonden jullie van de bijeenkomst hier, van het initiatief wat genomen is om deze bijeenkomst te organiseren? Ja, hartstikke leuk, hartstikke goed. Enthousiaste mensen, goed verhaal. Ja. Had jij dat ook? Ja, het was erg gezellig. Ja, veel leuke nieuwe mensen ontmoet. Dus daar kwamen we ook voor. Wat hebben jullie aan nieuwe dingen te horen gekregen? Dingen die je nog niet wist over Sterksel, maar nu wel. Oh. Best veel. Ja, dat er toch heel veel verenigingsleven heel erg belangrijk is in Sterksel. En mensen echt de burgers het dorp maken. Ja. En dat vind ik ook wel heel erg belangrijk om daar te wonen. Ja, ontzettend leuk. Ja, ik ken het eigenlijk helemaal niet zo dat zoiets gebeurt. Dus ja, we voelen ons daardoor ook wel heel welkom. Ik vind het ontzettend leuk. Ja. We voelen ons bijna een beetje buitenlanders hè, die op inburgeringscursus gaan. Is toch leuk? Nou, dan ben ik helemaal benieuwd, want wat heeft u nou voor nieuwe dingen vandaag gehoord of geleerd of dingen die u nog niet eerder wist over Sterksel? Nou, sowieso het een en ander over de geschiedenis natuurlijk. Ja, de periode voor 1915 en de periode daarna. Maar ook dat, niet verder vragen. Maar dat er ook geen dialect is. Dat vinden we wel heel grappig eigenlijk. Dat er toch heel veel verenigingsleven heel erg belangrijk is in Sterksel. En mensen echt de burgers het dorp maken. Ja. En dat vind ik ook wel heel erg belangrijk om daar te wonen. Hoe vind jij het om in Sterksel te wonen? Is het fijn? Zeg je dan? Zeg je ja? Nee, dat moet niet zo beleven. Dan vraag ik het aan mama. Hoe is het om in Sterksel te wonen? Leuk. Ja, het is me... ik was eerst niet zo voor om op Sterksel te wonen, want ik vond het heel erg klein. Maar uiteindelijk, nu ik er woon, en ik woon nu een paar maanden, is me echt alles meegevallen en vind ik het juist heel erg leuk. Ja, wij hebben een huis gevonden wat we heel mooi vinden en de rust spreekt ons aan, de ruimte. En ook zelfs de voorziening op loopafstand, kan zo naar het winkeltje lopen en dan Heeze, een leuk dorp. Spreekt ons gewoon aan. En toch nog steeds vlak bij Eindhoven. Hè? Dus, ja. Toch nog een beetje bij de stad. Ja, precies. Ja. Afgelopen weekend vonden in Hamont-Achel de Mars en Showwedstrijden plaats. Aanstaande zaterdag zendt Horizon Televisie een compilatie uit van dit indrukwekkend evenement in Hamont-Achel.